In deze video laat ik je zien hoe je eenvoudig een QR-code maakt naar je digitale visitekaartje. Scan de kaart en open je digitale visitekaartje. Kopieer de URL. Open vervolgens de opdrachten-app. Klik rechtsbovenaan op het plus-icoon. Zoek in de zoekbalk naar de URL en selecteer de URL-optie. Zoek nu naar QR en selecteer Genereer QR-code. Zoek als laatst naar Snelle weergave en selecteer deze. Plak nu de URL in het URL-veld. Bovenin heb je de optie om de naam van de opdracht aan te passen. Klik op het pijltje dat naar beneden wijst en selecteer Wijzig naam. Pas nu de naam aan naar bijvoorbeeld visitekaartje. Om het icoon aan te passen, klik je weer op het pijltje en selecteer je Kies symbool. Hier selecteer je het gewenste icoon en de gewenste achtergrondkleur. Wanneer je dit gedaan hebt, klik je op Gereed. Klik nu op de opdracht die je zojuist hebt aangemaakt om de werking te testen. Indien deze helemaal naar behoren werkt, kun je nog een snelkoppeling maken. Klik hiervoor op de drie puntjes en vervolgens weer op het pijltje. Selecteer Zet op beginscherm. De snelkoppeling zal nu tussen je apps komen staan. Op deze manier heb je altijd je digitale visitekaartje bij de hand.